Jullie mochten stemmen wie de foto freestyle koning is van Den Haag. Er was maar één persoon die volgens jullie het verschil maakte met zijn super hete bars. En dat was... Kan je zo laten pitten. Jij kan niet over je money beslissen. Ook hebben jullie mogen stemmen wie de foto freestyle koning is van Rotterdam. Met zijn catchy vibe heeft hij jullie laten dansen achter de schermen. En is jullie stem gevallen op... Ik wil je hebben, we are always on my side, yeah. Bakito, ja, bakito, let me... Night, yeah. Mijn naam is Mido. Mijn naam is Godson. En dit is de halve finale van Foto Freestyle. Kijk! Yo mensen, mijn naam is Erik Dosilva en welkom bij de halve finale van Foto Freestyle. Vandaag zijn we in Amsterdam en zal Mido, die Den Haag represent, battelen tegen Godson, die Rotterdam represent. Zijn jullie ready? Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, want je kijkt, maar ben niet geabonneerd. Laten we nu beginnen! Oké, mensen, Mido weet nog niet wie zijn tegenstander is. Dus we gaan nu naar zijn tegenstander lopen. Hier in Amsterdam. Let's go. Oké, mensen, we hebben de tweede kandidaat uit Rotterdam. En hij gaat nu zijn tegenstander ontmoeten. Let's go. Is? Ik ben niet zeker, wacht maar. Ik kan er niet. Hem gewoon precies hier staan. Ik sta hier met twee tegenstanders van elkaar. En jullie zijn er. Jullie mogen allebei de blinddoek afdoen. Welkom. Rustig man, rustig. Oshie, welkom Pidis. Hoe sta je er? Zo. Hij is wel klein man. Hij begint... Wat was jouw eerste reactie toen je hem zag? Ik wist al man. Je wist het al? Ja man, ik wou alleen zekerheid zeg maar. Je wou alleen zekerheid? Ja man, hij wou niet zeggen tegen mijn mensen. Oké. Was wel lauw man, jeetje toch? Ik ben nog nooit geblinddoek geweest of zo. Dus ja, wat wist jij dit dan al? Want ik wist nog van niks zeg maar. Ja maar ik wist al dat ik tegenover jou zou staan toch? Maar hoe? Die filmpjes toch? Voorgevoel, jeetje toch? Oh, je had een voorgevoel? Ja. Oké. En wat was jouw eerste reactie toen je hem zag? Ik zei dat hij klein was, maar dat was niet direct zo slecht bedoeld, jeetje toch? Nee, maar oké, lauw man, jeetje toch? Want ik had ook Rotterdam uitgedaagd. Uh-huh. En ik ben ook blij dat hij hier in ieder geval nu ook is. Laat ook zien van, Rotterdam is ook serieus, zie je toch? Oké. Maar je bent niet bang om gekleineerd te worden, want hij noemde je klein, hè? Nee man, ik ben gewend man. Je bent gewend? Kleine fijne jongens toch? Oké, dan. Lang maar spang. Mensen, we hebben ook een jury achter ons. Kijk het hier. Ja, we zijn in Amsterdam, dus we hebben een jury ook meegenomen. Ik ben hier met... Dave Maeve. Met... Jero. En met... Motas. Oké, mensen, deze drie mensen zijn onze jury en gaan bepalen wie vandaag het sterkste komt. Foto freestyle. Ronde 1, let's go. Ik ben hier met Mido. Nog steeds. En mensen, Mido gaat nu woord voor woord doen. Elk woord dat hij van mij krijgt, op dat moet hij gaan freestylen. Ben jij ready? Ik ben sowieso ready. Ben jij ready? Ik ben sowieso ready. Kijk wat ze aan zegt, ik kom niet om te spelen. Kijk, ik kom sowieso niet om te spelen. Maar kijk hem aan. Hoezo loop je weg? Waar ga je heen? Laten we gelijk nu beginnen. Het woord is Donnie. Donnie. Freestyle, hè? Onthoud dat. Wat zeg je? Hey. Ik kom nog steeds uit Den Haag. Die mannen vragen hoe ik vraag. Ik kom niet alleen voor Donnie. Ik kom alleen voor je money. Foto. Ik kom alleen maar voor foto freestyles. Ik weet dan wordt zij daarvan. Ik kan dat niet dan schelden. Maar ik weet nog wel wat ik kom aan melden. Wat dan? Rotterdam. Haar gaan verliezen van dat dan. Geen wonder dat ik kwam. Uit Den Haag waar ik dan nog kwam. Freestyle uit de hoop. Zij wil nog niet eens zien wat ik dan loop. Ik kom dan zonder die gest. Dus zij weet ik kom zonder knoop. Erik. Da Silva. Erik. Da Silva. Dat is zijn naam, ja. Dat is zijn naam, ja. Maar ik kom niet zomaar voor drama. Als ik kom is het alleen voor trap. Als ik kom is het alleen maar voor rap. Maar ik weet nog zeker niet als ik dat kom. Deze instrumental die lijkt dan een trap. Ik was een gekke jongen als het basisschool. Als op klein zeker mijn kamer vol. Ik kwam heel lastig van die tramadol. Wow. Waarom kom ik dan weer zo eng? Waarom weet ik dat hij niet zo komt? Waarom weet ik dat hij niet zo komt? Waarom weet ik dat jij niet zo komt? Oké, hoe vond je je eerste freestyle gaan? Ja, ging wel oké, ja toch? Ja? Ja, sowieso. Waren de woorden moeilijk? Nee, niet echt. Gewoon maar... appeltje-eitje? Appeltje-eitje. Maar de vraag is, ga jij het beter doen? Kaka! Mensen, like als je ready bent voor Godson. Team Godson, like eventjes. Jouw eerste woordje is Den Haag. Dan Den Haag. Je alvast. Ben je ready? Ai. Ben je ready? Ik ben ready met... Ik zeg ze mijn eerste woord, dat is Den Haag. Ik ben superstar, deze man die is traag. Ik zeg het je eerlijk, de nigger
op money, de nigger op cash. Ik heb veel haast, ze willen daar komen, ik ben het als Sinterklaas. Ben er zo al lang al op brood. Ik zeg je eerlijk, al lang al wel. Heb ik die gunners, dan ga je wel dood. Grapje, dat doe ik Tamara. Ik ben met de Kiki, badass, blut, ik heb van op Hara. Ey, kom van die tijden op snelheid. Ik kom dingen van Sarah, ik ben op. Ik ben op, je weet dat ik daar ga. Ik ben geslipt, maar toch fuck het weer. Ik heb geen woorden meer, dus ik neem het over zoals ik dit. Je weet dat ik slik. Ik heb geen woorden meer, dus ik pak het niet over. En ik weet niks, dus blijf ik maar spitten voor die. Dus je weet dat ik die dingen niet heb geflikt. Het zijn niet geen woorden meer, maar ik flik het, ik lik het. Je weet dat ik dat voel niet. Badass bitch, you're not badass bitch. Heb ik niet dat ik kan slip. Wat about this, ik ben about this. Ben in my guys, ik weet even niks. Ik ben er klaar mee, sorry. Ik heb verloren, maar ik was lit. Oké. Van alle woorden die je kreeg, wat was je favoriete woordje? Den Haag! Wat je was de enige die die herinnert. Want dat was, je was ready om hem te kouwen, hè? Deze beat tenminste te kouwen. Ja man, kijk, ja? Weet je, ik ben niet op die spit. Ik moet gewoon mijn ding doen, weet je. Ik heb verloren, maar ik was lid. Hoe vond je dat hij kwam? Hé, hey, ik zeg je eerlijk, ik moest lachen naar die derde man. Je schraat ook toch? Moest je lachen omdat hij zwak kwam? Of moest je lachen omdat hij hard kwam? Nee, kijk. Sowieso, Godson kwam niet. Nee, toch super zwak of wat dan ook. Maar op een gegeven moment, ik verstond echt niet meer wat die. Kijk, ik liep ook echt flink te slippen, hè. Ik ben slim, ik bambel het gewoon met woorden eroverheen. Ja. Oké, mensen, laat weten wie sterker kwam in ronde 1. We gaan nu door naar ronde 2. We zijn nu bij ronde 2 en Mido krijgt in ronde 2 een andere soort type of beat. Want jij bent die trap-achtige beats gewend, toch? Ik ben alles gewend. Je bent alles gewend? Alles. Kan jij Godson zijn freestyle nog herinneren? Wat hij deed in Rotterdam? Ja, sowieso. Zo'n type of beat ga je krijgen. Ben je ready? Ja man, geen probleem. Zeker? Ja, sowieso. Kijk de camera aan en zeg ik ben ready. Ik ben sowieso ready. Zeg Den Haag represent. Hey, Den Haag represent to the fullest. Je ziet het, 070. Wow, 070. Say less, Mido. Hey, luister. Ik kom aan het chillen en ik doe nog in de zon. Nu nog in het thuis, maar binnenkort op mijn balkon. En als ik er nog veel verder schop dan marathon. Nu kijk ik op de 25e etage Babylon. Ik ben vaker in de gym dan in de stuw. Ik wil niet met mijn ex, maar bro, ze bel me continu. I can make it rain en dat zonder paraplu. En als ik kom in anker, hoef ik niet eens een menu. Want die mannen die vallen net als Niaga. Terwijl ik nog stijg in de zij, ja, het lijkt je Viaga. Ben gepakt door elke flitsbal in de lets en ook in Aga. Spreek het tijd af, kom het later, ik maak niet uit, want ik blijf saga. Ey, ook gezondheid ondertussen in een stijgende lijn. Die groep is redder lekker, maar ik vind hem te klein. Vroeger was je druk en boos, nu doe ik rustig en boos. Wordt het disrespect getoond, dan word je visie gezoomd. Ik was met een meid die je vaak in Den Haag ziet. Kom niet in haar en zo voorkom ik complicaties. Ze wil me vragen stellen over vroegere relaties. Helaas moet zij het doen met minimale informatie. Ik was met een meid die je vaak in Adam ziet. Ik kon niet zomaar, dus ik weet niet wat zand is. En ik zeg tegen Godson, jij gaat niet halen. Nee, jij gaat niet. Kom maar, hey, 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 hey. Hey. Wauw, je tweede beat die heb ik gekregen. Hoe vond je die? Ja man, je ziet dat je. Want ik had een ander soort type of beat gezet bij jou. Een type beat die Godson gebruikt of Godson loeft. En nee. Hoe vond je die? Was hij? Nee. Hij zegt nee, maar mensen, kijk die vorige freestyle van Godson, ga je hem zien. Linkop, ben even niet met Erik, ze mag linkop. Misschien kan ik delen, ja we delen met z'n tweeën. Maar anyway, hoe vond je die? Ik vond hem wel hard gaan. Oké. Dus deze tweede, die heb geklaard. Welke cijfer geef jij die? Een 8 van de 10. Een 8 van de 10. Godson! Nu ben jij aan de beurt! Wow, Godson! Ben je ready? Ja man, zeker man. Ben je ready? Hey, 100! Zeg! Hey, wat is jouw zin? Kijk de camera aan en zeg ik ben ready. Hey mensen. Ja man. Doe dat dan represent? Ik heb al gezegd man, ik represent mezelf. Tweede ronde van Godson, let's go! Hoeveel geven jullie Mido als geheel, als groep samen? Een 8. Oké, mensen, Mido zijn tweede ronde is een 8. Laat in de comments weten ook hoeveel jullie hem geven. En laten we nu doorgaan naar Godson. Tweede ronde, ben je ready? Ik ben ready man! Weet je zeker? Ja man, ja. Kijk die man even boos aan, zeg je ben je ready? Jij wil dit niet man broer. Wat zeg je? Je wilt dit niet, man. Ah! Oh, weet jij dit zeker? Wat is het dan? Wat is die man dan? Hey! Hey, hij heeft er gewoon. Zie, mijn hand is groter dan zijn toekomst. Ik heb die lengte gewoon niet, weet je. Jij bent ready om Rotterdam nog steeds te gaan representen. Rofa Till the Limit, ken je die? Rofa Till the Limit, hè? Sky is the limit. De Rotterdam represent? Ik heb al gezegd, man. Ik represent mezelf.
Ik kom van een tijd waar hadden honger, ik had leeg gemaakt. Ik zeg je wel eerlijk, als het moet, neem ik je helemaal. Ik ben even vieze, vieze en ik zelf, ik rap dat, want dat, dus ik spit hem weer. Ik ben vieze Rick, godzond, dat ben ik. Ja, ze vragen me van waar ik kom, dat is wel Rova. Ik ben even klaar met dit. Ik neem het dan weer over. Nee. Dus eigenlijk je slipt en je moet je concurrent het over laten nemen. In het leven zijn we niet op concurreren. Nee? Je moet beseffen, hè, als je die flashback terug kan zien. Ik was direct al ready om zeg maar weer door te gaan. Godson, jouw tweede freestyle, welke cijfer geef jij die? Een 10 van de 10, man. Wat is dat? Een 10 van de 10? Ja, man. Mensen thuis, laat weten of jij Godson ook een 10 van de 10 geeft. Nog steeds hier voor Rotterdam? Godson. Ik ben echt benieuwd wat die jury gaat zeggen straks. Hey, man. Hey, jury. Hey, we gaan nu over naar de jury reactie. Let's go. Godson heeft zijn freestyle ronde 2 gehad. Hoe vonden jullie het gaan? Slip up. Zeg je? Slip up. Slip up. Je weet het weer van gisteren. Slippery. Engels. How do you sing? Hey, wacht. Did you like Godson his freestyle? Slip up. Slip up! Hey, dit is wel kan alleen Engels, hè? Maar als hij zegt slip up... How much do you rate his freestyle? You know, he's got character. He definitely does. Slip up. 5. Ik ben het met deze eens, man. Ik ga voor 5, man. Het weer was gisteren min 5, toch? Wat zei? Dit was min 5 gisteren, toch? Ja, het weer was min 5? Ja, sorry, man. Okay, dus boys, jullie samen geven hem een 5. Ja, man. Oké, mensen, ze geven Godson een 5. Dat is niet best. Mensen thuis, laat weten hoeveel jij Godson geeft. Maar we gaan over naar de... Kijk, mensen. Kom. Slippery. Excuse me. We gaan door naar de finale ronde. Let's go. Godson en Mido hebben allebei hun bars kunnen laten zien. En nu gaan we naar de final round. En we gaan kijken wie sterk gaat komen. Nu mogen ze elkaar dissen. Dus mensen thuis, laat weten of je ready bent. En team Godson of team Mido? Laat het ook weten in de comments. Let's go. Derde ronde, this battle freestyle. What's good? Wat zeg je, man? Wat zeg jij mij dan? Hè? Wat zeg jij mij? Hey. Als jouw assie aan is, Mattie, ben ik ook aan. Ik was ballen als in tijden van Cobra. Wil met me dan nog op doog gaan? Schenk in blaas, dat resulteerde in stoma. Ik wil dikke bakken dan maar zomaar chroma. IJs op nek, ik heb geen feeling, net als Ola. En die kip wil dansen zomaar om mijn boa. Bro, ik ben bang voor baby's en ook voor soa's. En voor mijn eer of money kan ik alleen doodgaan. Ik kom niet zomaar dan zomaar voor die kom aan. Voor mijn eer of money kan ik alleen doodgaan. Zelfs die mensen daar die voelen dan nog zelfs die flow aan. Ik zie die oude klant en zoet hij dan nog meer. Hij wil het dan nog steeds, maar bro, ik heb het dan niet meer. Zij gaat nog dan chill, maar ze voelt me dan tekeer. Maar gaat het om saaf, want die ga ik als een speer. Als ik kom, dan kom ik nog elke keer. Zelfs op Adam klaar ik Rotterdam weer. Sorry dat ik dat dan zeg. Maar eigenlijk is die sorry niet gemeend. Want ik had mijn vingers gekruist. Mensen uit Rotterdam, doe even een duimpje omlaag voor Godson, want... No, maar ze moeten die duimpje omhoog doen. Je staat niet voor jezelf, zeg je toch? Ja, maar ze toch voor die... Duimpje omhoog, een blauw duimpje om, abonneer ook gelijk. Ik sta nog steeds voor mezelf, je weet hoe het werkt. Oké, laten we doorgaan naar Godson. Ben je ready? Nee, man. Ben je niet ready? No. Hey, jouw baas die zijn even niet toilet. Dat woord heb ik al gebruikt, maar ik kan wel aan ze weten, ik ben fit. Zeg die nigga, wat is dit? Ten bak, ik vind ik niet zo lit. Jij sprak over mijn fucking kicks. Jouw haar die is niet aan. Ik zweer, jij lijkt wel op een schaap. Ja, je moet even nu gaan, want ik heb wel lid en ik kom nu wel aan. Marokkaan of Irakees, wat is het nou? Jij vindt jezelf wel slim, maar ik vind jou dom, vind ik echt zo. Ik laat je komen in mouwen, net een kat in het nauw, net een kat in het nauw. Yo, dit is mijn middelvinger. Dit is mijn fucking ring. Maar jij kan niet swingen. Als je daar komt voor die koffers in ring, geloof me, dan kan ik het swingen. Jij bent een flikker en ik ben niet op die shit. Ik ben niet met die dingen. Kan nog die tijden van baby kicks. Dit zijn baby kicks, je moet me niet swingen. Ik zeg je eerlijk, ik kom nu aan. Flow, dan dus kan het wel zingen. Misschien kan het toch zelfs wel zingen. Maar bro, voor jou kan ik nu wel zingen. Voor jou kan ik nu wel zingen. Yeah. Hoe dat noemen ze kotaki mimi versie? Ik kan zien gaan, mensen. Deze is aan. Mensen,
deze ronde is van mij. Oké. Punt uit. Mido, hoe voelde je bij deze freestyle? Want die man kwam met een lekkere flow, om eerlijk te zijn. Kijk, van de twee vond ik deze wel beter dan die ander, hé, toch? Jury! Jury! We gaan nu naar de jury. We gaan kijken wat de reactie is. Oké, boys. We hebben de final round gehad. Godson versus Mido. Maar wie kwam volgens jullie sterker? Mido. Godson. Meneer, fuck. Wat zijn? Hoe doe je Godson? Je vond Godson niet aan? Je vond Slippery niet hard? Godslip Airlines. Ja, maar hij was daar, man. Voor de entertainment, toch? Maar dat is toch niet voor entertainment, bro? Look, I've got the final decision here. Oké. Dave Maeve gaat bepalen wie heeft gewonnen. Zenuwachtig, nog laatste woorden? Dave? I really have no clue what to say. Ja, hij weet niet wat hij moet zeggen. Mensen, in de comments laten weten, Team Godson of Team Mido. Dave Maeve, jij mag bepalen. We gaan aftellen. En de winnaar van Foto Freestyle halve finale in Amsterdam is... Wait. 3. Oké, dan! Mido! Oké, dan! Wauw. Oké, Mido. Eerlijk, het is verdiend. Die was harder. Die man was harder. Gaan we niet over vliegen. Nee, toch? Ja, ik neem mijn verlies als een man, man. Ten eerste, shout-out naar Den Haag. Shout-out naar TK. Jeetje, toch, ik kom mijn woorden na. Keskin, ik hoor je. Shout-out naar Kaya. Shout-out sowieso naar deze jas. Jeetje, toch, van Weebu No Customs. Hoeveel SOS wil je doen vandaag? Dat was het. Oké. Oké, Mido. Je hebt gewonnen. Mijn vraag eigenlijk aan jou is... Had je al die zelfvertrouwen van ik ga dit sowieso klaren? Ja, ik wist niet tegen wie ik over zou staan eerder op de dag. Maar ik dacht van oké, tegen wie je me ook zou zetten. Ik zou niet kunnen verliezen, denk ik, met mijn capaciteiten. Niet kunnen verliezen? Nee. Oké. Godson, hoe voel jij je? Want jij hebt verloren natuurlijk. Ben je teleurgesteld in jezelf? Nee, maar ik zit lekker in mijn vel, man. Maar je verloren, je zit lekker in je vel. Ik laat jullie wat leren, mensen. Van verlies word je beter. Dus geef niet op na die verlies, man. Rotterdam is eruit. Sorry. Rotterdam is eruit. Ik moet even de winnaar zelf pakken. En de winnaar van Foto Freestyle is... Team Mido! Zeg even kakken. Ik kan nog steeds niet zeggen. Oké. Eén keer. Hoe zeg ik het? Kakken. Je moet het doen. Oké. Hey Mido, thanks broeder. Mijn naam is Mido. Ben helemaal gekomen vanuit Den Haag, nu in Amsterdam. En ik was de winnaar van de halve finale van Foto Freestyle. Mensen, ik ben net klaar met huilen. Ik ben niet zo trots op mezelf. Daarom wil ik graag... mezelf excuses aanbieden naar mezelf, want ik sta er voor mezelf. Maar ook natuurlijk een klein beetje naar Rotterdam. Ja, ik heb jullie een beetje teleurgesteld, maar jullie liken de vibe, begrijp je? Dus ja, check die man. Ga abonneren, ga liken, ga subscriben. Ik neem mijn verlies als een man. En huil een beetje wanneer de camera weg is, zeg maar, begrijp je? Ik heb gewoon mijn verlies genomen, man. We staan hier in Amsterdam. Ik hoop dat die Amsterdammers wat trots op me zijn, want ik kom hier wonen.